En nu ben ik kunst, althans, volgens de kunstenaar Manzoni. Hij heeft nu een tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Schiedam, met onder andere ook de pindakaasvloer van Wim T. Schippers. Ik vind hem erg mooi. Ik vind hem ook lekker dik en lekker vet. Hij ruikt goed. Er staan plasjes glimmende, ik denk vette moleculen op. En hij doet het heel goed bij het hout. Nou, ik denk, de topper. Ja, die pindakaasvloer, die kennen we allemaal uit 2011. Wat nou die pindakaasvloer? Toen lag die in Boijmans van Beuningen. Ja. Was het een langwerpig ding? Ja, en dat was de derde uitvoering. Ik ben vereerd dat op een tentoonstelling van Manzoni, dat ik daar ook in mag staan. En vlakbij nog wel het allermooiste stuk vind ik wel de Socle du Monde. Dat vind ik echt een geniaal werkstuk. Het is heel kinderachtig en tevens heel diepzinnig en prachtig. En waarom? Waarom ben je daar zo door geraakt? Dat is toch echt door een steen omgekeerd neer te leggen met de titel Monde. Heb je in één klap de hele wereld tentoongesteld. Dat is nog eens relativeren van dingen. Hè? Maar het is niet zo dat ik rechtstreeks door Manzoni op al mijn ideeën ben gekomen. Want het hing ook erg in de lucht gewoon. Ik vond het al heel snel dat beeldende kunst verder kon gaan dan een schilderijtje aan de muur. En dat is precies wat hij ook altijd dacht. Het kan iets anders zijn. En het hoeft niet altijd wat voor te stellen. Ja, we zien vier blikjes voor ons staan. En de kunstenaar die die blikjes heeft gevuld, heeft dat met zijn eigen poep gedaan. Niet zo lekker. Nee. Misschien zelfs een beetje vies? Ja. Is het dan ook kunst? Beetje. Wanneer is iets kunst? Als het grappig is, maar ook als het mooi is. Heb je goed gezegd? Tot zover. Ik vind het nu welletjes hoor. Ik ook. Ja. Klaar ermee. Tot de volgende keer. Dank u wel.